Wat ik nu ga doen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Ik ben op Lissabon Airport. Ik ben vannacht van New York naar Portugal gevlogen. En wacht nu mijn vlucht naar Amsterdam. En iedereen kijkt naar me terwijl ik hier zo leuk zat te vloggen in een hoekje. Wat vrij awkward is. Maar deze airport is gelukkig. Gisteren hadden ze echt geen eten op New York. Ik zag dat ze hier Starbucks hadden en de restaurantjes. Ik ga even kijken wat ze hier hebben. En dan vlieg ik over anderhalf uur, twee uur alweer aan Amsterdam. Wauw, ze hebben hier echt hele mooie winkels. Niet dat ik daar nu geld voor heb. Dat zal ik niet zien. Duitsje, Van der Klein, Max Mara. Ik bedoel, wow, het ziet er cool uit. Ontbijt, een bagel met zalm, een espresso en een flesje water. Ik kan echt niet wachten tot ik straks thuis kom en lekker mijn bed in kan gaan. Gaan we weer. Oké, het is 2:30, ik ben geland. Ik wacht nu op mijn koffer en dan ga ik naar huis. Ik ben echt compleet van de wereld. Heel erg moe. Ik heb mijn koffer en mijn trein. Ik herinner me wanneer ik voor het laatst zo moe ben geweest als ik op dit moment ben. Ik heb ook nog steeds dezelfde kleding aan waar ik gisteren de hele dag niet gelopen heb. Het vliegtuig dat ik mee gezeten heb, ze voelde echt een beetje verbrand. Deze vlog had 3 uur geleden al uit moeten staan. Mam, wat is het precies? Zoete aardappelsoep. Zet dat recept op je blog? Het komt, oké. Okay. Ik hou jullie op de hoogte. Brood. Ik heb lunch. Dan ga ik staand opeten, want als ik ga zitten val ik in slaap en ik moet echt naar huis, want ik wil douchen en schone kleding aan. Ik stik. Zo erg. Ik ben thuis. Koffers zijn boven. Hele klimming. Nu een soort van race tegen de klokken, want het is inmiddels al 4 uur en mijn blog van 12 uur is al niet live. En mijn video had eigenlijk ook nu al live gemoeten en die moet ik ook nog editen. Dus ik ben vandaag wat later met alles. Maar het komt wel. En daarna mag ik eindelijk douchen. Ik vind dat echt een van de grootste nadelen van reizen. Dat je dan echt in je stinkkleding zit. En dat je daar gewoon geen frisse lucht hebt en zo. Dat soort dingen. Maar goed. Editen, schrijven, dat soort dingen. Friday Favorites live, video exporteren. Ik douche. Ik heb trouwens ook weer een mooie puist opgedaan tijdens mijn vlucht. Altijd als ik een lange vlucht heb, krijg ik echt ergens een uitbarsting. Laat me weten als ik hierin niet de enige ben. Het is 5:10. 10 minuten. Hij is bijna klaar. Bijna klaar. Bijna klaar. Kom op. Ik ben weer schoon trouwens. Made it. Right on time. Weet je wat ik nu ga doen? In bed liggen met mijn MacBook. En vlogs kijken. En een nieuwe aflevering Riverdale kijken. En helemaal niets. Het is vrijdag 5 uur. Ik vind het helemaal top. Dit heb ik trouwens gisteren bij Glossier gekocht. Het zit in dit leuke zakje verpakt. De verpakking is ook echt fantastisch. Zacht roze en dat lettertype. Het is de Boy Brow. Dat is een soort van gel met kleur voor je wenkbrauw. En dan moet je wenkbrauw ook textuur geven, waardoor ze wat dikker en voller lijken. Ik voel me nu echt zo'n millennial met 2 roze iPhone hoesjes vol met cute stickers. Ja. Zo cute. Ik wil terug naar New York. Deze blueberry muffin had ik al in New York op de luchthaven gekocht, maar die eet ik nu pas en hij is echt zo lekker. Er is geen nieuwe aflevering van Riverdale deze week. Wat een teleurstelling. Ik denk dat ik de nieuwe serie Girlboss ga kijken. Ik heb er niet heel veel goede verhalen over gelezen. Maar ik vond het boek wel heel erg leuk. Dus ik ga gewoon kijken. Hij staat sinds vandaag staat seizoen 1 op Netflix. Of spelen. Cool. Ik ben in slaap gevallen toen ik Girlboss aan het kijken was. Ik denk tijdens aflevering 2 of zo.
Het was 7 uur. Inmiddels is het weer 7 uur. En ja, dus het is eigenlijk gewoon zaterdag. En deze vlog heb ik niet afgesloten. En volgens mij heb ik ook echt amper wat gevlogd. Het spijt me voor deze mini-vlog. Maar ik heb de afgelopen dagen zoveel lange vlogs geplaatst. Dit compenseert het allemaal weer een beetje. Ik ga, denk ik, toch nog even verder slapen. Want ik voel dat ik nog niet helemaal uitgeslapen ben. Dan ga ik straks weer een nieuwe vlog beginnen. Dankjewel voor het kijken en tot morgen.